De opnames van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt kunnen deze zomer gewoon doorgaan. Wel moeten er aanpassingen worden gedaan op basis van de maatregelen vanwege het coronavirus. Anderhalve meter afstand houden, moet lukken volgens omroep maximaal Basiaans slachter. Een uitdaging is het aanpassen van de bekende baktend. Die moeten we vermoedelijk iets langer maken, maar dat is mogelijk. Als dat het ergste is, dan valt dit wel mee, zegt Jan tegen het ad. De achtste reeks van de kijkcijfer heet: zo eind van het jaar op tv moeten komen. Bij maximaal wordt momenteel gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn, zoals meer ruimte in de tent voor meer afstand tussen de bakkers. Verder is het een kwestie van afspraken maken. Strikter. Juryleden Robert van Beckhoven en Jani van der Heijden zullen de baksels op afstand van elkaar proeven en presentator André van Duin kijkt ook niet over de schouders van de kandidaten mee. Allemaal goed te doen, zegt Slachter. De hygiëneregels regels worden strikter, het wordt extra veel ontsmetten en handenwassen. Punt-Omroep krijgt het vooral moeilijk met reisprogramma's als we zijn er bijna. En Droomhuis gezocht. Ik voorzie dat we die voorlopig niet meer kunnen maken.